de eerste dag van onze S&P wandelreis beginnen we met een korte wandeling van 3 uur naar het verlaten Griekse dorp Kaiakoi. Midden in het dorp zien we ineens de bovenkerk van Kaiakoi verschijnen. Die gaan we bezoeken. Let eens op de mooie mozaïekvloer. Het is toch ongelooflijk dat het zomaar hier staat, zonder hekjes eromheen. Helaas is van het interieur niet veel meer over. Behalve dat je goed kunt zien dat de kerk is opgebouwd uit halve kruisbogen. Ooit was deze kerk rijkelijk gedecoreerd met iconen en kleurige muurschilderingen. Zometeen zie je op de muur daar nog wat blauwe resten van over. De Grieken verlieten hun dorp Kaiakoi in het kader van de grote volkenuitwisseling op 30 juni 1923. Sindsdien ligt het dorp er compleet verlaten bij. Hoewel er inmiddels wel wordt gerestaureerd, wil hier nog steeds geen Turk wonen. Er zou namelijk een vloek rusten op het dorp. Dus grazen de geiten het gras tussen de stenen weg, terwijl wij ons verbazen over de beladen stilte in dit dorp. Alleen een paar souvenirverkopers durft het aan om hier te wonen. Zij hebben de huizen langs de kant van de weg betrokken en runnen daar hun souvenirstalletjes. Slechts een enkeling durft het dorp zelf in te lopen.